Een recessie van historische proporties. Dat is wat er op het moment volgens de Europese Commissie en verschillende Amerikaanse zakenbanken aan zit te komen. In deze video gaan we kijken hoe groot de recessie van 2020 en 2021 zal zijn, wat we kunnen verwachten van het herstel, wat voor gevolgen het heeft voor de beurs en hoe die daar nu al op reageert. En op die manier beantwoorden we ook de vraag of dit wel of niet een goed moment is om in te stappen. Dus laten we direct beginnen met de video. Voordat we dat allemaal gaan doen, is het waarschijnlijk eerst even goed om jezelf af te vragen waarom er een recessie zou komen. En dat zeg ik niet, maar dat zeggen eigenlijk heel veel financiële specialisten. Want recessies, die zie je vaak aankomen. Die gebeuren vaak nadat er momenten in de economie zijn waarop het niet zo lekker gaat. En met de huidige coronacrisis en met praktisch de complete shutdown van verschillende Nederlandse sectoren, waaronder de horeca, waaronder de kappers, kan je zien aankomen dat heel veel sectoren nu ongelooflijk veel omzet missen. En dat gaan we op de lange termijn terugzien. Dat voelen we nu misschien nog niet in onze portemonnee. Maar ja, het is maar de vraag of heel veel bedrijven het einde van het jaar gaan halen. En dit soort evenementen leveren schade op. Dus dat betekent dat ze misschien niet nu omvallen, maar ja, misschien in het derde of het vierde kwartaal wel. Nou, dan stijgt de werkloosheid weer. Dan hebben we met z'n allen minder geld om uit te geven. We worden ook pessimistischer en daardoor gaan we minder uitgeven. En dat zal ervoor zorgen dat onze economische groei ontzettend geremd wordt. Nou, het is eigenlijk even de vraag vooral wanneer die recessie zal plaatsvinden. Nou, volgens de specialisten zal die recessie plaatsvinden in het derde en het vierde kwartaal van 2020. Of in het vierde kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021. De vraag is alleen hoe groot die recessie gaat worden. En laten we dan in dit geval even specifiek kijken naar Nederland. Want ja, dat is toch hetgene wat jou en mij het meest beïnvloedt. En in Nederland wordt op het moment een krimp verwacht in 2020 van 6,8%. Het is een gigantische krimp, want er stond een groei verwacht van 1,4%. Daar moet ik wel bij zeggen dat de krimp in Nederland relatief klein is. En dat komt eigenlijk doordat wij ontzettend veel spaargeld hebben. Wopke Hoekstra, de minister van Financiën, heeft een noodfonds, een noodschatkist van 90 miljard. En daar wordt op het moment aardig veel van uitgegeven. Zoals je waarschijnlijk weet, neemt de overheid op het moment veel uitbetalingen van lonen op zich. Wordt de economie ontzettend hard vanuit de overheid gestimuleerd. En daardoor blijft onze groei, of onze krimp, blijft redelijk beperkt vergeleken met andere Europese landen. Neem bijvoorbeeld Spanje, Italië, Griekenland. Die verwachten toch allemaal wel een krimp van 10%. Dus in dat opzicht zal het in Nederland meevallen. Maar is het zeker wel een stevige krimp. En ook zeker iets wat we op de lange termijn gaan voelen in onze portemonnee. Even tussendoor, vind je video's over beleggen nou leuk? En wil je daar meer over weten? Wil je daarvan op de hoogte blijven? Abonneer je dan zeker even op het kanaal. Want elke zondag upload ik hier sowieso een nieuwe video. Dus een krimp van 6,8%. Dat is waarschijnlijk waar we in 2020 tegenaan zullen kijken. En waar we simpelweg gewoon mee zullen moeten leven. Dat zijn de voorspellingen tot nu en die voorspellingen zullen waarschijnlijk redelijk accuraat zijn. Dan is het de vraag wat we in 2021 kunnen verwachten. En als we kijken weer naar de Nederlandse economie, dan wordt er voorspeld dat we weer een groei hebben van 5%. Dus eerlijk, dat is top. Dat is fijn, dan gaan we weer... We zijn de crisis of de recessie op dat moment nog niet te boven. Maar we maken wel goede sprongen. Het is alleen wel zo dat die groei van 5% wel weer minder is dan de Zuid-Europese landen. Die verwachten namelijk een groei van 7%. Die zijn ook dieper gedaald. Maar de verwachting is dat daar de economie meer zal opveren. En in Nederland zal dat waarschijnlijk gestager gaan. En er is een reden voor dat in Nederland gestager of langzamer zal gaan. Waarschijnlijk dan in andere Europese landen. En dat komt omdat Nederlanders relatief veel van hun vermogen in hun huis en in hun pensioen hebben zitten. En het probleem daarmee is dat dat totaal niet liquide is. Dus ja, we kunnen niet zomaar onze pensioenen gaan uitgeven bij bol.com of in de Mediamarkt. En hetzelfde geldt natuurlijk voor de overwaarde van je huis. Ik bedoel, dat is niet zomaar even snel liquide te krijgen. Terwijl in veel andere landen staat veel van het vermogen juist op een spaargeld of op liquide beleggingen. Dus op die manier kan dat geld worden uitgegeven. En het is de verwachting dus dat Nederland niet zal opveren, maar echt gestaag uit die crisis zal komen. En waarschijnlijk net iets langzamer dan andere Europese landen. En dan even een voorbeeld bij te geven. Zoals ik al zei, in Nederland is het 70% van ons vermogen in huizen en pensioenen. In België is dat bijvoorbeeld maar 25%. Dus die zijn veel beter in staat om gewoon hun geld lekker te laten stromen. En ook als we kijken naar het koopkrachtniveau, en ja, dus wat we in staat zijn om uit te geven of wat we zullen gaan uitgeven, dan is de verwachting dat het punt waar we eind 2019, dus voor de coronacrisis, op zaten, dat we dat waarschijnlijk pas eind 2021 weer bereikt hebben. Dus dat is eigenlijk twee jaar lang aan geen groei van onze uitgaven. En dat is dus waarschijnlijk wel iets wat we echt in onze portemonnee zullen gaan voelen.
En dan is er nog de hamvraag, en dat is hoe deze recessie jou en mijn beleggingen zullen beïnvloeden. En als we kijken naar hoe de beurs de afgelopen tijd gereageerd heeft, dan is dat eigenlijk best wel verrassend. Ergens ook wel logisch, maar ook heel erg verrassend. Ik zal even uitleggen waarom. Sinds het dieptepunt in maart heeft de AEX, de Nederlandse aandelenbeurs, heeft alweer 1/3 van zijn verlies goed gemaakt. Dus we zijn nog een 1,5 maand verder en 1/3 van het verlies is alweer weg. En dus als we kijken op een globale schaal, kijken we bijvoorbeeld naar de Amerikaanse Nasdaq, dan had die in maart ook een dieptepunt, maar dan staan ze nu alweer op winst vergeleken met voor de crisis. Dus dat is eigenlijk best wel verrassend, want alle bedrijven en alle ramingen voor het komende jaar zijn eigenlijk diep treurig ten opzichte van het winst van verschillende bedrijven en ja, van hele grote sectoren. Dus hoe komt het dan dat de beurzen op het moment keihard terugveren, terwijl er eigenlijk wordt gezegd, luister, er komt een recessie aan en dat betekent dus ook dat veel bedrijven waarschijnlijk een winstwaarschuwing zullen afgeven en dat hun aandelenkoers daardoor uiteindelijk zal dalen. Want eigenlijk zou je op het moment kunnen zeggen dat de beurs ontzettend veel erg voor ligt op wat de verwachtingen zijn. En ik ben niet de enige die dat zegt, het is vooral ook het hoofd van investeringsfonds van ING die zegt, luister, economisch herstel gaat vaak sneller dan winstherstel. Winstherstel duurt vaak 2 keer zo lang. Dus als je ervan uitgaat dat de economie eind 2020 weer hersteld is tot het punt waarop het eind 2019 stond, dan zal de winst waarschijnlijk pas eind 2023 zijn teruggekeerd. En toch staat de beurs al op een punt waarvan je zegt, we zijn weer op eind 2019 of we zijn alweer op eind 2023. En hoe komt het dus dat de beurs voorloopt? Er zijn eigenlijk 2 redenen voor. De eerste reden is dat de economie op het moment ontzettend erg op gang wordt gehouden door de overheid. Er worden op het moment miljarden en miljarden en miljarden aan loonbetalingen gewoon uitgekeerd door de overheid. Dat komt niet van de bedrijven zelf. Die bedrijven maken praktisch geen winst. Eigenlijk allemaal verlies. En de overheid houdt die dus op gang. Dus dat betekent dat heel veel mensen hun baan nog niet verloren zijn. En dat ze daardoor gewoon nog in staat zijn om geld te hebben. En dat zorgt er dus ook voor dat we niet ontzettend pessimistisch met z'n allen worden. De crisis helpt er natuurlijk niet aan bij, maar op het moment dat dat redelijk op gang blijft en de faillissementen zijn er nog niet, dan hebben we met z'n allen het gevoel, oké, het gaat nog redelijk. En ja, de economie wordt eigenlijk op het moment een beetje kunstmatig op gang gehouden. En daardoor zijn de beurzen, daardoor blijven de beurzen wel stijgen, want heel veel bedrijven zijn daardoor nog niet omgevallen. Als het op de lange termijn, en dan praat ik over verschillende jaren, zullen gaan redden en of ze hier te boven komen, dat is een ander verhaal. Maar nu is er eigenlijk nog relatief weinig aan de hand. Nou, doordat onze lonen nog worden uitbetaald en we zien met z'n allen natuurlijk dat de beurs de afgelopen tijd heel erg hard gedaald is, hebben we ook het gevoel, oké, misschien is dit wel gewoon een goed moment om in te stappen. De beurs is heel erg hard gedaald, ik krijg mijn loon nog, laten we gaan. Ik hoef het niet per se opzij te zetten, ik heb die buffer. En de tweede reden is dat we verder ook niet echt heel erg een optie hebben voor ons spaargeld. De rente, en dat komt een beetje door de Europese centrale banken en eigenlijk de wereldwijde centrale banken, de rente staat op het moment nog steeds verschrikkelijk laag. Dus ja, we gaan ons geld wat we krijgen niet op een spaarrekening zetten tegen 0% rente. Dus zoeken we naar alternatieven en die alternatieven zijn vaak gewoon aandelen. En daardoor zie je dus ook, doordat er eigenlijk een korting is op de markt, in de zin van de beurs staat heel erg laag, dus we hebben met z'n allen gevoel, oké, dat is waarschijnlijk wel een goede prijs om in te stappen. Hebben we zoiets van, oké, nou laten we het eens een keertje gaan proberen, want ik krijg op mijn spaarrekening krijg ik ook geen geld. En dat zorgt er dus voor dat er ook een gigantische toevoer is aan nieuwe beleggers. Zoals je waarschijnlijk weet, de Giro heeft ook ondertussen gewoon een wachtlijst ingesteld, omdat er zoveel nieuwe aanmeldingen zijn in zo'n korte periode, dat ze simpelweg gewoon niet bol kunnen werken. Maar al dat nieuwe geld van al die beginnende beleggers, dat zorgt er wel voor dat die beurs op een redelijk niveau blijft staan. En dat het dus ook blijft stijgen. Ook al is dat niet echt in lijn met de winstverwachtingen van eigenlijk de wereldeconomie in de komende jaar of 2. En eigenlijk heeft ook al dat toevoer van dat nieuwe geld en al die nieuwe beleggers, dat brengt ook vaak een vraag op gang die ik heel erg vaak krijg op een moment. En dat is eigenlijk of dit nu, in het licht van de coronacrisis, een goed moment is om in te stappen. En eigenlijk met al deze informatie in je achterhoofd houdende, zou ik zeggen alsnog, ja, dit is gewoon een goed moment om in te stappen. En de reden daarvoor is eigenlijk heel erg simpel. Als je gaat beleggen, dan zeg ik altijd, doe dat voor een lange periode. En dan praat ik niet over 1 jaar, dan praat ik niet over 2 jaar. Nee, dan praat ik over 10+ jaar. Vaak ergens tussen de 10 en de 30 jaar. Op het moment dat je voor die periode belegt, dan ga ik ervan uit dat je gewoon gerust winst gaat maken als je nu instapt. En de reden daarvoor is simpel. Over 10 jaar verwacht ik niet dat deze recessie of deze coronacrisis echt
zo'n grote invloed op de beurs heeft gehad dat je geen winst zou gaan maken. Over 10 of 20 of 30 jaar staat de beurs waarschijnlijk vele malen hoger dan waar die nu staat. Dus dan maakt het niet uit of je gisteren bent ingestapt of vandaag instapt. Het is nu gewoon een goed moment om in te stappen. En de beurs staat relatief laag alsnog vergeleken met waar die in eerste instantie stond. Dus in dat opzicht, ja, als je voor de lange termijn gaat beleggen, doen. Andere vraag, is het een goed moment om in te stappen op het moment dat je je geld over een jaar of twee er weer vanaf wil halen? En dan ga ik eerlijk zijn, zou ik niet weten. En eerlijk, ik zou het ook niet proberen op die manier. Beleggen voor de korte termijn, dat is een heel ander spelletje. Dat is eigenlijk ook niet echt aan te raden. En helemaal voor de beginnende nieuwe belegger is dat gewoon een heel erg risicovol spel. En dan moet je echt wel veel meer verstand ervan hebben. En vaak dan zelfs weten de specialisten niet wat ze aan het doen zijn. Dus in dat opzicht, als je op die manier wil beleggen, dan ben je gewoon lichtelijk aan het gokken. En dan zou ik op het moment niet weten of het een goed moment is. Maar als je voor de langere termijn investeert, gewoon doen. Nou, dit was de video over de recessie van 2020 die er hoogstwaarschijnlijk aan zit te komen. En over wat voor gevolgen dat heeft voor de beurs en of dit dus daardoor een goed moment is om in te stappen of niet. Vond je dit een leuke video? Geef dan zeker even een like. Wil je meer van dit soort video's zien, meer over beleggen weten en daarvan op de hoogte blijven? Abonneer je dan zeker even op het kanaal. Elke zondag sowieso een video. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Tot ziens!